De ondergrondse afvalcontainers op de Dokstraat zijn opnieuw kapot. Sinds zaterdag kan er alweer geen afval meer in de containers gegooid worden. De bewoners van de inmiddels 300 bewoonde appartementen plaatsen hun zakken afval daarom niet in, maar rondom de containers. Wat zorgt voor een grote rotzooi en een behoorlijke stank in de straat. Al eerder waren er problemen met afval in de Dokstraat, toen liepen er zelfs ratten door de zakken heen. De bewoners van de Dokstraat zouden het erg fijn vinden als de DAR met een oplossing voor het probleem komt. De lokale partij Voor Bergendal maakt zich zorgen over de vernieuwde Van Randwijkweg in Beek. Volgens fractievoorzitter Jos Peters laat de verkeersveiligheid op de weg te wensen over. Dan gaat het met name om de flexibele paaltjes die tussen het fietspad en het weggedeelte staan. Die worden geraakt door automobilisten en zijn daardoor beschadigd. Wethouder Alex ten Westeinde laat weten dat het probleem van de paaltjes bij de gemeente bekend is. Volgens hem zijn er bij de gemeente geen klachten of claims binnengekomen met betrekking tot de paaltjes. De komende tijd wordt de situatie in de gaten gehouden en over een tijdje zal er een evaluatiemoment plaatsvinden. Afgelopen zaterdag kwam in Heumen de Super Skate Challenge voorbij. Het internationale peloton was onderweg van Groningen naar Maastricht. Tijdens de pauze in Heumen konden de deelnemers de benen strekken bij de Skieler- en Natuurijsvereniging. De skieleraars waren toen al 245 kilometer onderweg en moesten vanuit Heumen nog zo'n 160 kilometer afleggen naar Maastricht. Wethouder De Zwart van de gemeente Heumen was aanwezig bij de stop.